Ik ben Aafke Romeijn, ik ben schrijver en muzikant en mijn tip van vandaag is Nieuw Babylon van Constant Nieuwenhuis in het Kunstmuseum Den Haag. In Must tippen podiumkunstenaars dingen die je moet zien, horen of ervaren. Aafke Romeijn neemt ons mee in de utopische wereld van Nieuw Babylon. Het bestaat uit schilderijen, maar vooral ook uit maquettes. En die maquettes zijn een soort van mini-gebouwen die heel vrij gemaakt zijn. En ook van allerlei materialen, van hout, staal, heel veel plexiglas ook. En heel kleurrijk. Constant was van de oorsprong schilder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon hij niet werken, zeg maar. Dat mocht niet. En daarna heeft hij met een aantal andere schilders Cobra opgericht. Een bekende stroming. Hij heeft toen een tijdje in Londen gezeten. En hij liep daar door de stad. En die was nog helemaal gedeeltelijk gebombardeerd. En die werd opnieuw aangebouwd. En hij begon na te denken over manieren van samenleven in een dichtbevolkte stad. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij heel erg geïnteresseerd is geraakt in architectuur. Je ziet inderdaad dat wat Constant maakt, dat zijn geen bouwtekeningen. Dus het is niet in het echt gebouwd. Het zijn echt meer een soort van droombeelden van hoe iets eruit zou kunnen zien. En daardoor vind ik het veel interessanter dan de meeste architectuur die al uitgewerkt zijn, die zich aan allerlei natuurwetten moet houden. Wat ik heel mooi vind aan Nieuw Babylon is dat het heel speels is. Hij wilde dus ook niet meer vasthouden aan vaststaande ruimtes en gebouwen die maar één doel hadden of één manier om doorheen te lopen. Hij wilde eigenlijk zoveel mogelijk ruimtes creëren waar je zelf creatief van werd of waar je verschillende dingen kon doen of die je weer kon veranderen. En dat zie je ook heel erg terug in die maquettes. Het lijkt alsof ze niet af zijn. Dit is best wel een raar ding, omdat als je het op het eerste gezicht ziet, lijkt het wel een soort van apparaat of zo. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat als je hier ergens aan trekt, dat er dan van alles gaat draaien en dat er iets uitkomt. Of dat het een soort knikkerbaan is. Maar als je er beter naar kijkt, dan zie je wel dingen die echt die verwijzen naar huiselijkheid. Zoals die trappetjes die hij helemaal gemaakt heeft. En opeens worden het allemaal vloertjes en wordt het een soort van bijna een soort boomhut-achtig ding. Ik werd eigenlijk speciaal door gegrepen toen ik een jaar of twee geleden bezig was met het bedenken van een nieuwe roman die ik zou gaan schrijven. Dat is een science fiction boek en het speelt zich af in 2040. En toen ik hier rondliep dacht ik opeens, ik moet gaan schrijven over over een soort van nieuw soort gemeenschap en hoe die gebouwd wordt. Niemand heeft zich ooit afgevraagd of de enorme rode rand die als een soort Saturnusring rond gebouw 7b zweeft, niet wat gek zou afsteken bij de grijsgroene vlakte van Noordoost-Groningen. Dat vermoeden rijst in ieder geval wanneer je het gigantische complex nadert vanuit Beerta en het als een opkomende zon op je afdondert. Had men er wel over nagedacht, dan had dat waarschijnlijk geresulteerd in een ontwerp dat naadloos was opgegaan in de akkers. Saai, maar weinig aanstootgevend. Maar in plaats daarvan lijkt 7B op een maquette van plexiglas, satéprikkers en karton die op magische wijze is opgeblazen tot monsterlijke proporties en achteloos in een leeg landschap is neergegooid. Schoolproject van een reuzenkind. Als kind heb je dromen waarin je lijkt alsof je door eindeloos grote gebouwen heen gaat of eindeloos snel over een nieuwe planeet heen rent. En op een gegeven moment, wanneer je volwassen wordt, dan worden je dromen opeens realistischer en hebben ze te maken met de mensen om je heen in je werk. En ik probeer mezelf er, door naar dit soort werken te kijken, probeer ik mezelf er steeds aan te herinneren dat verbeelding echt eindeloos is. Dat je steeds die grenzen gewoon moet wegvagen en weer verder moet gaan. Dat het je wereld gewoon eindeloos veel groter maakt. En dan is het heel prettig om daar gewoon lekker in weg te zakken. Ga voor meer programma's van NPO Cultuur nu naar NPO Start.